Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplazen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland en die wolkenvelden blijven de hele dag aanwezig. Maar het zijn wel hoge wolkenvelden waar de zon ook van tijd tot tijd doorheen schijnt. Daardoor temperaturen vanochtend al snel oplopend naar plaatselijk 17 graden. Aan het einde van de ochtend is het al meer dan 20 graden en vanmiddag wordt het echt lekker. 21 tot 23 graden langs de noordkust, 25, 26 graden in het midden en zuiden, misschien lokaal 27 graden. Blijft overal droog, waait wel een stevige wind, want anders krijgen we die temperaturen niet zo hoog. Vanavond, aan het einde van de avond, heel misschien in het zuiden, een bui, ook vannacht is daar nog kans op, maar de rest van het land blijft het droog, draait de wind naar het westen en dan stroopt minder warme lucht het land binnen, daardoor morgen maximaal van 15 tot 20 graden. Over de noordelijke helft kan een enkel buitje trekken, in de zuidelijke helft blijft het morgen droog en we hebben opnieuw een mengeling van zon en wolkenvelden. Woensdag wordt een vrijwel droge dag met een flinke zonnige periode, maar het kwik daalt verder naar 14 tot 18 graden. Donderdag en vrijdag hebben we de paraplu-vaker nodig, ook dan af en toe zon en temperaturen van slechts 15 à 16 graden. Daarmee zitten we iets onder de normale waarde. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik wens u vandaag een heerlijke warme dag toe.